Een hele goede avond. Welkom bij jullie volgende Stretch & Flex les. Dankjewel voor jullie feedback. Zoals je ziet hebben we er wat aan proberen te doen. Ik ben ietsje lichter gekleed. Geen korte broek, dat is me echt koud hier. Lichte achtergrond, mooie verlichting. Muziek is hopelijk ook beter. En zo meteen verandert dat iets naarmate de les wat verder is. We gaan snel beginnen met de warming-up. Let's go, DJ. Stap de plaats. We gaan zo meteen weer een stukje cha-cha-cha doen. Dus we hebben 1, 2, 3, cha-cha-cha. Hij is een beetje binnendoor. Gaan we draaien. Andere kant op. En dan gaan we schuin naar achteren. Oké, stap maar op de plaats. Goed je knieën optrekken. Been zijwaarts omhoog. Stap weer op de plaats. Gaan we dribbelen. Rustig aan. Voeten goed afwikkelen. Om zijn beurt je knie omhoog. Op. En naar de zijkant. Benen naar je billen. En gaan we even sneller. Hallo Rachel. Draai je arm even rond. En terug. Ons beurt je benen omhoog. En weer naar de zijkant. En weer even naar je billen. Oké, goed. Nou, blijf doorstappen. Benen een beetje open. Gaan we laag en hoog. Van de ene kant naar de andere kant. Trek je benen in. Draai je bovenlichaam. Armen op en neer. En stap op de plaats. Gaan we zo meteen naar de husband step. 5, 6, 7, 8. Zijwaarts. Armen voorwaarts en naar je heupen toe. Been schuin naar achteren. Over je hoofd heen. En stap op de plaats. Gaan we even knieën buigen. 6, 7, 8. Laag. Rol je rug op. Raak de grond aan en strek. Okay.
open je benen en naar beneden. 4. Blijf even laag. 4 door. Om zijn voet, om zijn beurtje voet. Dus op en op. Op, op. Op, op. Op. Allebei. Hop. Blijf op je tenen. 4 door. Zet je hielen neer. Heen en weer. Draai je bovenlichaam. Oké, goed. Nog even een beetje meer tempo maken. Mijn matje een beetje uit de weg. Well, it's Saturday night, I just got paid. All about my money, don't try to save. Alles lekker los, schouders los, armen los. Zijwaarts. Lekker tempo, hè? Linkje omhoog. Kruising. Oké, benen omhoog. Gonna rock it up and ball tonight. Zijwaarts. Long about 10, I'll be flying high. Walk on out onto the sky. But I don't care if I spend my gold. Cause tonight I'm gonna be one. Twist. So I'm gonna rock it up. Gonna rip it up. Alle kant op. Gonna shake it up. Gonna ball it up. En weer terug. Goed. Oké, goed. Nou, wat isolatieoefeningetjes. Begin met je borstkast. Rustig aan. Dus voor, achter. Voor, voor. Links en rechts. My baby don't care for cars. En draai om. My baby don't care for. Andere kant. En. Liz Taylor is not a star high. And even Lana Turner's bekken. Voor en achter. Boom, boom, boom. Something he can't. Gewicht voorwaarts houden. My baby don't care. Links en rechts. My baby is chaos. En draai rond. En terug. Schouders voor en achter.
draai rond. En de andere kant. Hoofd voor op. Links en rechts en zijwaarts. En draai rond. Baby, my baby don't care for shows. Andere kant op. And he don't even care for clothes. He cares for me. Oké, je voet. Eén been. Draai rustig rond. Andere kant op. Andere voet. En draai de andere kant op. He can't see. It's something he can't see. Okay. Draai nog even twee keer je armen. En draai naar beneden. Omhoog. Draai. Oké. We gaan even de muziek veranderen. En dan gaan we door met de oefeningetjes. Nou, beste mensen, we gaan eerst een algemene rek- en strekoefening doen. We krijgen wat muziek erbij. Kan zijn dat het wat anders is dan normaal, maar we moeten ermee doen. Dus eventjes een rondje rekken en strekken. Oké. Linkerarm omhoog. Strek jezelf helemaal uit. Schuin naar voren toe. Naar beneden. Naar je voet. En naar het midden. En andere voet. Schuin naar voren. Over je hoofd heen. Armen wijd, rechter rug, veer even door en laat los. Van één voet naar de andere voet, rustig heen en weer. Handen plat in het midden op de grond, veer daar even door. En rol rustig op. Rechterarm omhoog. Strek over. En schuin naar voren. Naar je voet. In het midden. De voet. Schuin naar voren toe. Over je hoofd. Okay. Voeten goed uitdraaien naar beneden. Even doorveren. Gewicht op één been. Strek je andere been uit. Hou dat vast. Flex je voet. En de andere kant op.
Eerst je voet strekken. L'odore dei canali. En nu flex je hem. Hiel hou je gewoon aan de grond. Hè. Okay, wissel weer. Eerst je voet gestrekt. En nu flex je hem. En de laatste keer wisselen we weer. En flex je voet. Oké, goed. Nou, gooi je been even los. Je gaat zo meteen naar voren toe. Je houdt je rug recht. En je probeert in een hyperextensie naar beneden te gaan. En een klein beetje te vieren. Het is niet makkelijk. Het is best wel zwaar eigenlijk. Ja, daar gaan we. Eerst eventjes je linkerbeen aan die, of je rechterbeen aan die kant. Linkerbeen zo meteen de andere kant. Ga je gang. Bekken naar voren toe duwen. En rustig aan. Houd even vol. Terug. Moet de andere kant op. Ja, dus bekken naar voren toe. Nou, dat is bij mij. Je mag je been gewoon recht houden. Maar je bekken moet een beetje naar voren toe zijn. Oké, mooi. Terug. Als het goed is voel je dat behoorlijk hier. Klopt dat? Niet echt. Ik ben gewoon zo flexibel jij. Hey, geen last. Andere kant nog een keer. Goed doorveren. Je krijgt zo'n Adonis look. Oké. Andere kant. En bekken naar voren toe, lieverd. Goed. Nou, gooi eventjes een beetje los. Pak er een stoel bij. Soms heb je dat niet echt nodig met deze oefening. Maar het is misschien wel fijn om een klein beetje een steuntje te hebben. We gaan zo meteen ronddraaien. Eerst even om te wennen. Heel laag over de grond. Maar daarna gaan we het ietsje hoger doen. En dan moet je been, ook als hij naar achteren gaat, uitgedraaid zijn. Dus je hiel als het ware naar voren. En niet je teen naar voren toe. Draait je heup in. Maar je hiel naar voren houden. Rustig aan. 6 keer rond. Daar nog 4 keer hoger. Gaan we. Dus rond. 2. 3. 4. 5. 6. Gaan we hoger. Hop. En draai rond. En op. En draai rond. Op. En draai rond. En op. En draai rond. Oké, stoel even aan de andere kant. Gaan we eerst rond. Dus vrij laag. 3, 4, 5, 6, en dan gaan we omhoog, draai rond, en op, en draai rond, op, en draai rond, laatste, op, en draai rond. Dus als je heup omhoog komt, moet je maar eens proberen of je dat op een andere manier kunt regelen, je heupgewricht. Wissel de stoel weer. Nu beginnen we hoog. En we gaan 6 keer rond. Ja, rustig aan. Til maar op. Gaan we rond. En op. En rond. 3. 4. 5. En nog eentje.
6. Oké, wissel. Til je been op. En ga rond. Om. En rond. 3. 4. 5. En 6. Goed. Gooi even los. Nou, even achter je stoel staan. Benen gestrekt. Ik ga wel even zo staan. Benen gestrekt. En probeer je rug eventjes te rekken. Je voelt nu ook je hamstrings. Maar hou dat heel even vast. Nou, daar vandaan ga je het onderste gedeelte van je rug. Maak je bol en hol. Daar gaan we. En bol. En hol. En bol. En hol. En bol. En hol. En bol. En hol. Oké, goed. Even ontspannen. Been los voor je. Die laatste doen we zo meteen nog één keer. Klaar? Gaan we eens handen op de stoelleuning. Mooie rechte rug. Je mag je hoofd ook omhoog houden. Niet naar beneden. En dan gaan we weer. En bol. En hol. En bol. Maar je benen wel gestrekt, hè? En hol. En bol. En hol. En de laatste. En bol. En hol. Oké, goed. Nou, gooi hem even los. Nog één oefeningetje. Met de stoel naast ons. Nou, dan mogen we er even op gaan zitten. Hier vandaan gooi je been omhoog. Dus je gooit het op. Fanatiek, maar zorg ervoor dat je zo min mogelijk compenseert in je bovenlichaam. Dus het moet alleen maar het been zijn en niet je rug die bol gaat. Lichaam blijft heel mooi recht. Geen kracht in je handen. Je handen die zijn lekker ontspannen. Keer op 12. 3, 4. Op. 2. 3. 4. Je standbeen blijft recht, hè. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Oké, andere kant. Ook je been niet laten vallen. Gewoon rustig naar beneden laten komen. Plaats hem voor, dus niet hier vandaan, maar plaats hem voor. 3, 4 en op. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, nog eentje, 12, goed zo, gooi even los. Mag ik op de rand van je stoel gaan zitten? Je gaat zo meteen heel rustig aan, naar voren toe, dat je bij je schoenen komt. En daar mag je eventjes, en veer je rustig. Probeer telkens een beetje verder te komen. Oh, je komt helemaal bij je tenentje, Rachel. Wauw. Oké, goed, even terug. Even je benen losgooien. Doen we nog twee keer zometeen.
Oké, gaan we weer. Eerst je rug recht. Buik naar voren toe. Niet even afrollen. I stood alone in the cold gray dawn. I knew I'd lost my morning sun. Telkens een beetje verder. I lost my head and I said some things. Now come the heartaches of okay, kom weer terug. Weer even losgooien. But I couldn't see. I left my world slip away. Niet voldoende gewicht. Oh, hey. Did you happen to see? Oké, klaar? Nou, de laatste keer. Strek je voeten. Blijf strekken. Buik naar voren toe brengen. Niet je hoofd. Je hoofd is het laatste wat naar voren gaat. Daarom. Terug. Nou, gaan we even staan. Gaat zo meteen zijwaarts van de stoel staan. En je legt je been ook zijwaarts neer. Net alsof je je been hebt uitgedraaid. Dus als je zo staat, daarna met je been op de stoel. Je gaat behoorlijk ver vanaf. En je gaat rustig naar beneden en omhoog. Ja? Doe een keer of 10. Dus het tempo is niet belangrijk. Het diepste punt is belangrijk, want daar richt je. Gaan we. En 1. En 2. En 3. En 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nog eentje. En 10. Okay, wissel. A love so true. It never would 3. 4. En 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 eentje. En 10. Nou, een lastige. Als je lenig bent, gebruik je de leuning van de stoel. Dan ga je overheen van de ene kant naar de andere kant. Als je denkt van, nou, dat is misschien net te hoog. Dan draai je de stoel om en doe je het over de zitting. Oké? 10 keer. Van de ene kant naar de andere kant. En dan rusten we eventjes vanaf het andere been. Klaar? Gaan we. 1. En 2. Ja, ik hoor je. En 3. En 4. En 5. En 6. 7. 8. 9. 10. Oeh, de laatste twee waren wel zwaar. Voor die? Ja. Dan voel je de kracht en coördinatie en flexibiliteit die je dan moet hebben. Nou, andere been. 3, 4 en 1 en 2 en 3 en
4 en 5 6 7 8 9 en 10. Ja, dan hebben ze pech. Of misschien zijn ze wel zo flexibel dat ze daar ook nog overheen komen. Ja, dat zou wel mooi zijn trouwens. Even kijken hoor. Even spieken op mijn lijstje. Ja, oké. Goed. Benen achterwaarts. Je mag de stoel gebruiken, maar alleen om je lichaam recht te houden. Je staat recht. Been is achter, dus niet hier, maar achter. En je gooit je been omhoog. Zonder dat je dat compenseert met je lichaam. Dus je probeert je lichaam zo hoog mogelijk te houden. 12 keer 1, 12 keer ander. 3, 4, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Andere been. 3, 4, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Oké, gooi even los. Wat doen we zo meteen nog een keer? Oké, gaan we weer. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, andere been. 3, 4, en 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Oké, ontspan je rug eventjes. Even lekker hangen. Goed, dan mag je eventjes je matje opzoeken. Stoel aan de kant. En dan gaan we even liggen. Eerst wat we zo meteen doen is abductie. Je gaat zijwaarts liggen. En als je zijwaarts ligt, dan breng je been ook zijwaarts omhoog. Je bekken moet een heel klein beetje naar de grond toe wijzen. Dus niet omhoog. Ik laat dat even zien. Dus als je ligt, niet je bekken op deze manier. Want dan gaat het eigenlijk heel makkelijk. Dan gooi je je been voorwaarts. Dat willen we niet. We willen bekken een klein beetje naar beneden. En til je been zijwaarts op. Oké, okay. 12 keer 1, 12 keer ander, 12 keer 1, 12 keer ander. Klaar? Net of je tukkie gaat doen zo. 3, 4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik krijg zo'n Jane Fonda gevoel. 9, 10, 11, 12. Draai om. Was zo'n foto in de jaren 80 van Jane Fonda en Ron Brandsteder. Weet je dat nog? Nee, ik wel. Nee, dat is waar. 3, 4 en 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Goed, wissel weer om. Gaat het? Ja, zijn we zover. Dan gaan we weer. En 1, 2, niet je been laten vallen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ik weet niet of je het voelt, maar die hele paceplaat aan de zijkant. Ja, precies, ja. Die zorgt voor stabilisatie in je heup ook. Zijn best wel hele belangrijke oefeningen, dit. Ja. Nou. 3, 4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oké, heel goed. Nou, ga even zitten. Zijn er bijna hoor. Ik denk dat je al aardig opgerekt bent. Dus voetzolen even tegen elkaar. Trek ze zo dicht mogelijk naar je toe. Toes eens een klein beetje verder trekken. Oké. Nou, als je op vaste punt bent, dan veer je even met je knieën een klein beetje naar buiten. Schouders ontspannen houden, in ieder geval naar beneden. En hier vandaan breng je je buik naar voren toe. En ga je zo ver mogelijk naar voren. Blijf in deze positie en strek je voeten uit naar voren. Nou, blijf in die positie en zet je voeten weer tegen elkaar. Trek ze weer helemaal naar je toe. En rol omhoog. Oké, wiebel je benen even los. Doen we dat nog eens een keer. Dus voetzolen tegen elkaar. Trek ze maar naar je toe. Schouders ontspannen. Buik naar voren toe. Strek je benen. Buig je benen weer. Je voeten weer helemaal naar je toe zijn. En rol me op. Oké, goed. Even losgooien. Starry, starry night. Eén been over je andere been heen. Draai om. Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, skips the trees and the daffodils. Okay. Andere been. Catch the breeze and the overheen. Chills. Draait. In colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. Okay. Dus kom recht. To set them free. Kleermaker zit. Rechte rug. Hoofd even aan de ene kant heel rustig now. Naar de andere kant. Starry, starry night.
flaming flowers that brightly blaze. Laat hem eventjes naar links. Swirling clouds and reflecting the light of China blue. Trek je oor naar je schouder. Morning fields of amber gray. Weathered faces lined with pain are sewed beneath the artist's loving hands. Now I understand what you tried to say to me. Los, armen achter je. Trek je schouders naar achter toe. Gewoon je handen op de grond. I tried to set them free. They wouldn't listen. They did not know how. Perhaps they listen now. En even los. Moet je ook echt voelen dat je schouderbladen naar elkaar toe trekken. Dat je borstspier eigenlijk een beetje opgerekt wordt. Yep, gaan we nog een keer. And when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one of you. Great, ik doe nog eentje. Wil jij de muziek zo meteen even uitzetten? Ja? Goed. Even je hand tussen je schouderbladen. En trek aan je elleboog. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch the world and can't forget. Like the strangers that you've met. En de andere. Nou, beste mensen, dat was het. Jullie stretch en flex les. Ik hoop dat je je lekker soepel voelt. Rachel, dank je wel. Heel leuk om je erbij te hebben, die interactie. En uiteraard zien we elkaar heel binnenkort weer. Ik hoop dat we binnenkort ook weer lekker in de schal kunnen stretchen en flexen. Blijf gezond. Tot ziens.